misschien voor velen wel bekend als een van de grootste kwekers. Laten we naar binnen gaan. Zo, welkom Kooi 2000. Vandaag geef ik een rondleiding bij Marusei. Voor velen misschien wel bekend als een van de grootste. Nou, we komen hier binnen in het ontvangst. En nou, hier worden de dozen ingepakt. Op een rollend lopende band, zodat de dozen aan de onderkant niet nat worden. Nou, deze dozen staan klaar voor een binnenlands transport. Hier staan dozen klaar om ingepakt te worden. Hier de trap op. En dan is het zo meteen eens. Allemaal bakken. Laten we eerst even kijken naar de filters. Ook deze eigenlijk weer hetzelfde als Marahiro wordt deze gefilmd. Wordt gefilterd met vooral matten. Daar zullen ongetwijfeld oesterschelpen in liggen. En ook daarachter allemaal filters. En heel veel draadjes hier. Nou, deze kweker heeft gelukkig brede planken, dus makkelijk lopen. Nou, bij deze kweker is eigenlijk hoe verder je naar achter gaat, hoe duurder de vis wordt. Dus laten we een kijkje gaan nemen. Dit is voornamelijk wat kleinere nissai. Maar absoluut niet gek. En als je hier je best doet, kun je hier altijd leuke betaalbare vissen uithalen. Nou, deze bak is eigenlijk hetzelfde als deze. Met net weer even wat andere variëteiten. En ook hetzelfde als deze. Met wat namen de eenkleurige. Waar Marusei toch wel bekend om staat. Shagoi, Soragoi, Mukashi. We hebben bijvoorbeeld deze Mukashi. Is helemaal niet gekke vis. De small nissai. Het zijn dus ook tweejarige vissen, maar die zijn bewust wat kleiner gehouden. Vooral leuk voor koi shows waar kwekers er veel inzetten. En steeds meer mensen kopen dit toch ook. Het zijn vaak vissen met een hele scherpe kleur, omdat ze binnen zijn geweest. Weinig zijn gegroeid, waardoor de kleur wel optimaal is ontwikkeld. Nou, dat zie je wel terug in vergelijking met bijvoorbeeld gewone nissai. Of toch zijn van dezelfde grootte. Nou, weer even wat verder. Dit is een slagje groter. Dit is gewoon een nissai. Nou, je ziet dat er zwemt hier ook nog genoeg vis. Dat is een verkochte bak. Verkocht. Verkocht, verkocht. De achterste bakken. Nou, ook hier zie je deze kweker werkt met nekjes. Is een dealer klaar. Dan gaan de vissen in een nekje met een piepschuimpje erop met op een, nou ja, deze doos gaat naar de USA. En op het moment dat er ingepakt wordt, pakken ze het netje, scheppen ze de vis in een zak. Dan gaan ze door. Nou, je ziet hoe rustig het nu is. Kijk, deze was gisteren, zat daar nog vis in, verkochte vis, die is nu weg. Dus waarschijnlijk zijn die geshipped met een exporteur. Eigenlijk heeft elke exporteur hier wel zijn eigen vijver waar de verkochte vissen in gaan. Dit zijn al aanzienlijk grotere vissen. Thank you.
Zo groot is deze kweker dat hij zelf een heftruck nodig heeft. Dit zijn de lange bakken. Met eigenlijk werkt het hier qua kwaliteit prijs van rechts naar links. Dit zijn aanzienlijk grotere vissen. Dat lijkt nu mee te vallen. Oh, schrik een beetje van me. Maar als je deze naar boven haalt, dan schrik je soms wel van hoe groot deze vissen zijn. Nou, hier zit er echt nog onwijs veel in. Nou, dit is een stapje hoger in kwaliteit. Dat zie je wel gelijk hoor. De Yuzuru zijn schoner, betere body. He, zoals deze Mizuru Ogon ook. Dat is eigenlijk een hele schone vis die je in die andere bak niet zal vinden. Nou, dit is voornamelijk tatakoi of dure vis. Ik zal even kijken of ik ergens een mooie, een beetje goed op de film kan zetten. We lopen even naar achteren. Deze plank wiebelt een beetje. Kijk, hier zitten ook prachtige vissen in nog hoor. Grote shishui's. En ook hier weer een eigen filterlijn met onwijze grote kamers. Wat in principe werkt met overlopen. Wordt hier ingepompt. Nou, allereerst komt het water uit deze bassins in een pompkamer. Die zit daarachter. We proberen in te zoomen. Daar zit een kleine smalle bak achter van hier. En daar komt het water naartoe. Daar kan wat vuil bezinken en wordt het vervolgens erop gepompt. Dan loopt het eigenlijk over. Je kan het misschien net zien hier. Daar loopt het over naar deze bak en zo loopt het door naar hier. We gaan nu weer teruglopen. En dan kom ik zo meteen weer op de camera bij het andere huis van Marozijn. Nou, we lopen nu naar de andere. Kijk, nou, als je het over voerautomaten hebt. Hier gaat ongeveer 200 kilo in. En het zijn er wel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Er staan gewoon 30 voederautomaten. Maar 200 kilo voer in kan. En ik weet dat die bij sommige mudponds dagelijks moet bijvullen. Nou, hier is het andere huis. Gaan we ook naar binnen. Hier is het onwijs warm. Maar hier zit een partij vissen. Nou ja, klopt van. Kijk eens even. Nou, dit zwemt op 2 meter diepte. Dit is gewoon immens. Nou, het filmpje van gisteren was natuurlijk Maro hier al. En dat is een broer van Maro Sai. En dat zie je ook wel. Ook grote vissen, een beetje dezelfde variëteiten wel. En de vader van beide is natuurlijk Papa Yazawa. Die ook regelmatig hier nog wel rondloopt. Nou, als je ooit een grote vis zoekt, geef je dealer een zoekopdracht. Want die kan hier absoluut slagen. Het is hier onwijs warm. Het is moeilijk op de camera natuurlijk te ervaren. Nou, Benigoy. Doitsu, Jinrin, geschupt. Oh, het is echt heel heet. Nou, deze vissen hier zijn wel serieuze prijzen. Maar dan heb je ook wel, zeker voor Europa, de kwaliteit. Kijken of ik op eentje. Ja, dit is een vrij nieuw huis. Ik denk dat dit nu zo'n jaartje of 5 oud is. Nou, ook hier zijn de filters dus verwerkt als onder de looppaden. Net zoals bij vele andere kwekers.
Het werkt allemaal hetzelfde. Nou, ook veel oesterschelpen hier. Kijk, en weer een bak met grote vissen. Nou, voor de tandshow-liefhebbers. Tansosanker, Tansosoa, gewone tansho. En dit zijn vissen van 60, 65 centimeter. Prachtig. Tsushui is van hoge kwaliteit. Ja, hier zou elke dealer wel vissen willen selecteren. Tsushui Asagi. Voornamelijk. Dan gaan we nog even uitzoomen een volgend gedeelte in. Onwijs veel vissen. Kijk, hier worden de grote vissen gefilmd die we hier hebben. Nog weer een slag groter dan net. Dit is echt allemaal 80 of groter. Ik denk zelfs zoals deze Yuzuri dat hij echt wel richting een meter gaat. Ja, weet ik wel zeker. Ook allemaal kwaliteit hoor. Ongelooflijk. Het is jammer dat het hier zo onwijs warm is, anders kan ik hier wel uren blijven kijken. Kijk eens even. Kijk, dus het is niet alleen eenkleurig hè, van Marusai. Je ziet ook, nou, zoals deze zanken hier, Soa. Nou, het is moeilijk te zien, denk ik. Onwijs groot. Maar ook deze kweker heeft. Begint klein. Bedankt voor het kijken. Dit was Marusai Koi Farm.